We zijn bij de pastorie Duinendaal en we zijn hier bij meneer Pastoor, Pastoor Niessen. We zijn bij hem in de keuken. Dag Pastoor. Goedemiddag Josephine. Wat woont u hier mooi? Dat vind ik ook. Geweldig, en ik ben helemaal verliefd op de keuken. Dus mijn eerste voorstel is, zullen we ruilen van keuken? Wat mooi, die tegeltjes en zo. Ja. Is dat allemaal origineel? De tegeltjes die hierachter zitten, die zijn vermoedelijk wel origineel. Dus uit 1845, toen hier de pastorie gebouwd is, zeg maar. Ja. En het fornuis is ook van die tijd? Het fornuis, dat weten we niet precies, maar ik heb een foto gezien uit 1910 ongeveer, waarop ook zo'n fornuis stond met een meid ernaast. En ja, dat was dus 1910. God. En dat leek zoveel op dit fornuis dat ik vermoed dat dit ook ongeveer uit dezelfde tijd is. God. Maar we hebben daar nooit gegevens van gevonden waaruit het precies blijkt hoe oud het is. En er werd eigenlijk gestookt op kolen, het fornuis? Of... Ja, okay. Kolen, hout en zo. Oh, ja. En het heeft allerlei mogelijkheden. Je kunt ook warm water kun je eruit halen en zo. Ja? Er zit zo'n koperen kap zit daar, daar moest je dan water in gieten. En ja, dat fornuis dat brandde de hele dag, want het was ook de bedoeling als een verwarmingselement natuurlijk voor de keuken. Dat het hier niet te koud werd. Mm. En ja, tegelijkertijd hield je water warm en je kon er dan gewoon de pannen natuurlijk weer opzetten. Prachtig dus, hoor, het is zo mooi. Het is, ja, en de vloer, want dan zie ik ook zo'n mooie tegels. Ik denk dat, ja, dat zijn dus weer dingen die ik niet zeker weet, maar ik vermoed dat die vloer toch ook wel uit 1845 is. En het bijzondere is eigenlijk dat die vloer helemaal intact gebleven is. Ja, prachtig. Ja. Alleen zaten aan die kant zaten een paar tegeltjes, die hebben ze bij moeten maken. Want er liep vroeger een gasleiding doorheen, die hebben ze weer weggewerkt. En daar niet meer laten naar boven laten komen, maar op een andere plaats. En toen heeft iemand die dus hier dus ook die deuren gehout heeft, hè, dus een houtkleur maken op de deur, zeg maar. Ja. Daar hebben we aan gevraagd, kun jij niet zo'n tegeltje namaken? Ach. En die mevrouw die dat deed, die heeft dat keurig gedaan. En je moet echt goed kijken welke twee tegeltjes zij nou namaken en welke zijn nou echt. Maar mooi, maar in elk geval, daar zitten er twee in die nog namaakt zijn. Ja, nou, je kunt het echt niet zien. Ja, daardoor is het eigenlijk een heel mooi geheel. Was het eigenlijk al. En ik vind het persoonlijk erg mooi. Ja, ja, heel mooi. Want dat zijn eigenlijk Hollandse tegeltjes dan eigenlijk, toch? Hè? Ik denk het, ja. Ja, ik ben verder geen tegelspecialist of zo. Dus, nee, maar heel mooi. Ja. Wat me ook opvalt is aan deze ruimte is dat het zo ontzettend hoog is. Ja, klopt. Dat geldt eigenlijk voor heel de benedenverdieping. Mm-hmm. De ruimte is inderdaad ontzettend hoog. En als je naar de normen van nu moet kijken wat verwarming betreft en zo, en energiezuinige, hoe heet het, energiebesparing en zo, ja, dan is het natuurlijk nogal discutabel zo'n hoog huis en zo, maar het werd zo gebouwd en het heeft natuurlijk ook wel iets, maar 's winters dan is het best koud, ja, inderdaad. Want voor mij heeft hij ontzettend een grotere rekening aan verwarming, tenminste aan stookkosten, want... Ja. En er is dus nou met de verbouwing, van vorig jaar februari tot en met oktober heeft die geduurd. Toen is toch het energieaspect uitdrukkelijk meegenomen. En is er toch van alles door de architect aan gedaan om de energiekosten zoveel mogelijk omlaag te krijgen. En ja, hoeveel het precies scheelt, dat moet je aan de penningmeester vragen, dat weet ik niet. Maar dat was in elk geval de bedoeling van een van de dingen, om het huis gewoon een heel stuk energiezuiniger te maken. Want u had net zo'n mooi verhaaltje, waarom deze die huizen zo hoog bouwen? Ja, nou dat hoorde ik toevallig van een architect, anders had ik het ook niet geweten hoor. Mm. Maar de huizen waren vroeger zo groot, zei hij. Omdat de mensen eigenlijk niet zo heel veel aan hygiëne deden. En daardoor moesten allerlei kwalijke geurtjes die ze afgaven, die moesten de ruimte hebben om weg te gaan in elk geval. En daar zou het, zei hij, mee samenhangen, dus dat het huis... zo hoog gebouwd is. Ja, er zit wat in natuurlijk. Er zit wat in, ja. Maar ik ben geen architect, ik weet het verder niet. Maar ik vind het wel een aannemelijke verklaring. Mooi verhaal, ja. Ja. Want mijn vraag eigenlijk is, wat ik zo nieuwsgierig naar ben, is...
Hoe komt het nou dat u pastoor bent geworden? Want ik hoor altijd bij jongens, nou, ik word politieagent of ik word brandweerman. Maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand pastoor werd. Ja. Hoe ging dat? Hoe komt u erbij? Of hoe is dat verlopen eigenlijk? Nou, dat past denk ik wel meer in de tijd. Want vroeger was dat meer vanzelfsprekend dan tegenwoordig. Tegenwoordig zeggen ze, hè, oh jij pastoor en zo. En, heb je wel. Ja. Maar in de tijd, ja, toen de kerk toch nog veel meer opgenomen was in de gemeenschap. Mm-hmm. En er veel jongens ook, zoals ze toen zeiden, voor priester gingen studeren. Ja. Ja, toen was dat eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld. Dat er mensen uit hun gezin, of dat er kinderen uit hun gezin, het klooster in gingen, om het zo te zeggen. Ja, inderdaad. Okay. Ja. Althans naar het seminarie gingen en dan later priester werden gewijd, als ze een beetje konden studeren en zo. Maar dat was toen heel gewoon, dus toen vond niemand dat ook raar. Dat ze zeiden van, wat gaat die nou doen en wat is dat nou toch voor een beroep en zo. Ja. Maar tegenwoordig is het minder vanzelfsprekend. Ja. Hoewel het een enkele keer toch wel voorkomt bij jonge mensen zo. Dus ja, dat zie je wel. Maar voor die keuze die u heeft gemaakt, zeg maar als heel jong jongetje, heeft u misschien toch ook wel andere ideeën gehad? Ja, natuurlijk. Je hebt allerlei ideeën. En het is ook zo dat in de loop van de tijd dat wel eens verandert en zo. De ene keer dan komt het wat meer op de voorgrond. Ik heb het bij mijn moeder een keer gevraagd, hoe zat het nou eigenlijk precies? En die zei nou, toen je in de vijfde klas zat, vroeger, en dat is tegenwoordig groep 7 geloof ik. Toen ben je erover begonnen en toen is dat eigenlijk gebeurd. Toen dacht ik, oh ja, dat is waar, was het toen. Ja? Ja. En daarvoor had u nooit zo van, ik wil dat horen of ik wil dat? Nou, je hebt natuurlijk bepaalde voorbeelden en zo. En er zijn wel andere dingen die je ook wel mooi vindt en zo. Maar op een gegeven moment, ik had ook een oom die priester was. Oh. En een neef van mijn vader, die was ook priester. Die werkte zelfs in de missie in Indonesië. En daar zal het ook wel een beetje mee te maken hebben gehad, denk ik. Mm-hmm. Had u meer broers en zusters? Ik heb één broer en één zus. Oké. Okay. En die zijn ook dezelfde kant ingegaan? Nee, of zijn die doen weer heel andere werk, wat dat betreft, ja. En was u de oudste van het gezin? Ik was de oudste, ja. Oh, ja. En toen bent u eigenlijk als priester gaan studeren, voorpriester gaan studeren kun je misschien beter zeggen. Okay, ja. Ik was 12 jaar en toen ben ik van Deventer, dat was mijn geboortestad, en daar heb ik tot mijn 12e jaar gewoond. Toen ben ik dus naar het seminarie gegaan, zoals dat vroeger was. Het was eigenlijk een interne gymnasiumopleiding, waar degene die dus priester wilde worden, konden studeren en daar de opleiding ontvingen. En dat was dan het kleinseminarie, dus het middelbaar onderwijs, kun je ook zeggen. Ja. En daarna moest je nog 6 jaar theologie en filosofie en aanverwante vakken studeren. Dus het is echt een hele studie. Ja, is toch wel een jaar of 12 of zoiets, ja. Ja. Goh. En dan reken ik de kleuterschool nog maar niet mee. Nee, hè, dus. Goh. Dus u kreeg eigenlijk in het begin ook, u zat eigenlijk in het begin op een gewone school. Ja. En zelfs op een gemengde school. Ik heb altijd met meisjes in de klas gezeten. In die tijd al? En dat was hier helemaal niet gebruikelijk. Hier had je jongensscholen en hier had je meisjesscholen. Ja. Maar in het noorden, in Deventer, ja, dat ligt dan vrij noordelijk voorbij Boekstel. Daar was het heel gewoon. Daar begon het pas op de MULO, of op de ULO, zoals het heette. Ja. En dan had je een jongens-ULO en een meisjes-ULO, maar het basisonderwijs, of zoals ze vroeger zeiden, de lagere school. Ja. Ja, dat was gewoon gemengd. Goh. Ja. Ja, dat is echt een heel verschil met hier. Ik heb er nog foto's van. Dus, oh ja, wat leuk zeg. Het is allemaal lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Ja, zeg daar wel. Toen kwam je echt op een jongensschool dan. Ja, daar zaten dus inderdaad alleen maar jongens, dat klopt. Ja. En toen heb ik 3 jaar in Tilburg gestudeerd. Mm-hmm. En daar was het eigenlijk zo, dat was geen erkend gymnasium, maar het was dus een interne opleiding. En daar waren leraren bij die wel eens probeerden om een weekje op ons voor te blijven als leerling. En daarom moest je bij ons, in elk geval waar ik gestudeerd heb bij de MSC, Missionaris van het Heilig Hart, daar moest je daarna, de laatste 3 jaar, moest je in Driehuis Velsen doen. Daar hadden zij namelijk samen met de Witte Paters een seminarie. Maar ze hadden, een seminarie dat was dus eigenlijk gescheiden van de Missionaris van het Heilig Hart en van de Witte Paters. Er waren 2 internaten dus eigenlijk, zeg maar. Maar die hadden samen 1 school. Okay. En daardoor kon die school dus ook erkend worden als officieel gymnasium. Ja.
En wij werden daar dan, als je dat kon tenminste, hè, als ze zeiden van nou je kunt wel alfa of beta, gymnasium alfa of beta halen, dan moet je daar dus naartoe, dan moest je dus overstappen naar Driehuis Velzen. Dus ik heb 3 jaar heb ik daar ook gewoond. En ook tot mijn grote tevredenheid, moet ik zeggen. Ja, en dat was ook intern eigenlijk? Was of, dus ook intern, ja. Hoe oud was u toen u in Tilburg zat? Ik was 12 en ik heb er tot mijn 15e gewoond. In 1965 ben ik naar Driehuis Velzen verhuisd. Naar Driehuis? Driehuis Velzen, dus het plaatsje heet Driehuis. Ja. En dat is nog bekend door Pim Fortuyn. Want toen die dus neergeschoten was, toen is hij tijdelijk in Driehuis is hij begraven, op de begraafplaats Driehuis Westerveld. Ja. En die lag vlak achter ons internaat, zeg maar. Dus daar kwamen we eigenlijk elke dag, als je even buiten kwam, dan wandelde je er langs. Ja, dan kwam je er langs. Ja. En dan bent u toen naartoe gegaan om... Ja, dus om degene die dus gymnasium alfa of beta konden halen, die moesten daar dus verder naartoe om hun opleiding af te maken. Mm. En daar was dus ook, het was een erkende opleiding, daar waren bevoegde leraren en zo. En dat was om ervoor te zorgen dat je dus een officieel diploma kon halen, alfa of beta. Dat is wel slim, hè? Dan had u in ieder geval toch uw diploma op zak. Ja, precies. Ja. Mocht u toch veranderen, dan kon u toch verder natuurlijk. Ja, precies. Ja. En daar waren natuurlijk ook altijd weer alleen maar jongens. Mm-hmm. Het waren alleen maar jongens, maar het werd wel in het laatste jaar dat ik daar zat, toen werd besloten om de school dus niet meer alleen maar voor jongens te laten zijn, maar om ook meisjes toe te laten. En toen kwamen dus in de lagere klasse, in de eerste klas en zo, kwamen toen voortaan ook meisjes. Maar ja, die waren dus een heel stuk jonger dan wij, want wij waren rond de 18. Ja, nou, en die meisjes die waren 12, 13 jaar, dus dat is wel een flink leeftijd. Ja, dat waren echt nog kinderen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar dat begon toen. Maar die hebben dan meer voor de witte zusters zaten die dan eigenlijk? Of nee hoor, er waren gewoon meisjes die daar in de plaats woonden. Oh, die gewoon naar school konden? Anders moesten ze naar Haarlem of ze moesten naar Beverwijk. Och, ja, en natuurlijk. Dan was het makkelijker als je in Driehuis woonde of in Zandpoort, wat dichterbij lag nog, om dan daar naar school te kunnen. Ja. Dus toen ik in de, zeg maar in de vijfde, zesde klas zat van het gymnasium, toen viel dus het besluit om externe leerlingen en ook dus meisjes dus als leerling toe te laten. Dus zo werd die jongensschool, zeg maar, hè, die het gymnasium ook was, werd toen een gemengde school eigenlijk. Oh, ik wist niet dat het in die tijd al zo speelde, hè? Dat kon allemaal. Precies, hè? En nou is dat dus helemaal gemengd en zo. Ja, hoe het er nou precies uitziet, want ik ben er lang niet meer geweest, dat weet ik niet. Maar nou is het in elk geval helemaal geen jongens- of meisjesgymnasium, het is allemaal gemengd al jaren. Dus. Ja, nou, en nou is het eigenlijk voor het een gewone school misschien. Ja. En van daaraf gaan mensen natuurlijk de keuze maken. Of zo. Ja, precies. Ja. En dan kunnen ze van alles worden. Hè? Dus, ja. Ja. En dat kon u eigenlijk ook. Konden wij ook, ja. Maar u heeft toch gezegd, nee, ik ga ervoor. Ja, op een gegeven moment daarna, dan, als je dus 18 bent, dan moet je een keuze gaan maken van wat wil je nou gaan doen en zo. En nou interesseerde het mij erg om theologie te gaan studeren. Ja. En zo kwam ik dus op een gegeven moment op de theologische opleiding terecht. En die was in Tilburg. En daar heb ik gezeten tot ik in Boksel kwam. Ja? Dus eigenlijk bent u meer dan een halve Tilburger. Dat zeggen meer mensen, ja. Dus inderdaad, ze zeggen dat ik weinig Noorderling ben. Ja. Hoewel ik in Deventer geboren ben. Maar ja, goed, het zij zo. Ik voel me in het zuiden heel goed op mijn plaats. En mijn familie die komt ook oorspronkelijk allemaal uit het zuiden. Mijn moeder is een geboren Tilburgse. Och, weer Tilburg. Weer Tilburg. En mijn vader die komt zelfs uit Zuid-Limburg, uit het zuidelijkste puntje. God. Het Drielandenpunt uit Vaals vandaan. Oh ja. Dus dat is eigenlijk... Maar die heeft echt een zachte G. Hè? Ja, die hou je dan toch blijkbaar. Hè? Ja. Dus, nou, toen u zo weer terugkwam in Tilburg, hoe oud was u toen? 16, 17 denk 18. ik? Of 18, wat 18. U net zei. Ging u ook op stap? We gingen wel eens op stap, maar het was toch niet zo dat uitgangsleven zo enorm uitgebreid was als het tegenwoordig is. Dus, nee, maar dat waren misschien wel dansavonden of was dat niet zo? Er waren verschillende activiteiten waaraan je mee kon doen. Al was het niet dansen waar ik aan meegedaan heb, maar er waren wel andere dingen die er te doen waren. En het werd ook wel gestimuleerd dat je naar allerlei culturele evenementen ging. Ja. Dus naar concerten, naar de Schouwburg en noem maar op.
Ja. Dus dat weer wel. Ja, maar dat hoort ook bij het leven eigenlijk. Ja, precies. Hè? Maar echt stappen dat je zei, nou, we gaan naar de kroeg en we gaan eerst indrinken om 11 uur s'avonds. Nee, was toen nog niet zo. Dus, begon wel te komen hoor. Ja. Maar, en we gingen wel eens een keer met jonge lui die we kenden en zo, van het jongerenkoor of zo, gingen we wel eens op stap. Dat dus wel. Ja. En een pintje pakken. Dat en een pintje kunnen, pakken, hè, ja, toch? Dat is waar. Ja, ja. Oh, leuk. Ja. En ging je ook met uw vrienden ook op vakantie dan? Was dat toen was ook, ja. We gingen met een club jonge lui naar België, naar Gent en Brugge en zo. En naderhand naar Trier in de Eifel. Oh ja. He, dus dat was op de fiets en dwars door Luxemburg fietsen en zo. Was wel een mooie tijd. Ja, berg op, berg af. Berg op, berg af, ja. Wat maakt het nou voor u dat u zei van ik ga toch voor de priesterschap? Nou, dat zeg je eigenlijk zo nog niet. Hè? Mm. Want het was toen ook de tijd waarin allerlei pastorale werkers aan de gang gingen. Voor het eerst in de Nederlandse kerkprovincie. En ja, door je studie en zo kom je daar ook mee in contact natuurlijk. Je hoort over dingen, het werk dat ze doen en zo. Wat het allemaal inhoudt. En dat is natuurlijk ook met priesters zo. Maar dan zeg je van, goh, dat lijkt me toch wel leuk om, of leuk in elk geval, zoiets zou ik eigenlijk ook wel willen. Ja. En dan is het niet zo dat je meteen zegt van, nou, ik wil morgen priester gewijd worden. Integendeel, dat gaat heel geleidelijk aan. Maar op een gegeven moment denk je van, nou, mensen vragen het trouwens, hoe kan je, hè? Dus ik ben eerst pastoraal werker geweest. Dat was toen ook de stelregel in het bisdom Den Bosch, was dat ook. Toen zei de bisschop, monsieur Bluissen, die zei, nou goed, als je als priester in ons bisdom wilt gaan werken, dan moet je eerst maar eens een paar jaar als pastoraal werker ergens gaan werken. En op een gegeven moment, als je denkt van, nou, ik wil priester worden, ik wil diaken worden, hè, daar gaat dan het priesterschap vooraf, dan kun je je bij mij melden. Ah. En zo is dat geleidelijk, maar langzaam maar zeker is dat gegaan. Dus het was echt niet zo dat ik in 1967 al heel vast in mijn hoofd had zitten, ik wil priester worden. En ook zelfs in de eerste jaren van de theologiestudie niet. Maar naderhand, dan krijgt dat wel steeds meer vast vorm. En je groeit erin eigenlijk. Je groeit erin, ja, zo kun je het precies zeggen. Ja. Heeft u toen overal gewerkt eerst om ervaring op te doen? Of wat heeft u toen eigenlijk... Ja, dat hangt er dus vanaf wat je gaat doen. Maar als je dus priester wordt of pastoraal werken, daar geldt dat ook voor. Mm-hmm. Of diaken, dan moet je de pastorale opleiding volgen. Dus dat was het pastorale, zo noemen ze dat, het pastorale kopjaar. En dus je begon gewoon met een voor iedereen algemene opleiding. Die was voor iedereen hetzelfde. Maar naarmate je dus verder ging, als je in het vierde jaar kwam, ging je een bepaalde richting specialiseren. Oh, dus de een die ging bijbelwetenschappen studeren, de ander die ging vooral kerkgeschiedenis studeren. En weer een ander die ging pastoraal theologie studeren, een ander ging weer dogmatische theologie studeren. En zo waren er allerlei mogelijkheden waarin je dus kon specialiseren. En ik heb dus al specialisatie gehad in dat tijd pastoraal theologie en liturgie. En daar hoorde dan bij dat je dus ook stage ging lopen in een parochie. En zo heb ik dus in Tilburg in twee parochies heb ik stage gelopen. En dan liep je met een priester mee? Dan precies. Dan kwam je dus gewoon in een parochie terecht. Maar dan ging je ook bij de mensen thuis op bezoek met hem mee? Je ging bij de mensen thuis op bezoek. Okay. Ja. En je kreeg ook allerlei opdrachten mee. Bijvoorbeeld een gesprek houden met mensen. Daar moesten wij precieze verslagen van maken. Hè? Die gesprekspartner dan zei, die meneer of mevrouw waar je op bezoek was, wat je zelf gezegd had en zo. En dan werd dat naderhand dus met een aantal medestudenten, werd dat allemaal besproken. He, bijvoorbeeld, heb je goed op die gereageerd? Weet je wat die mevrouw nou eigenlijk wilde zeggen? En wat het belangrijkste was, wat haar allemaal in het hoofd speelde en zo. Nou, zo leer je dus allerlei dingen analyseren, met gesprekken en zo, en letten op bepaalde dingen die mensen zeggen, want dat is natuurlijk erg belangrijk, dat je wel goed in contact blijft met degene met wie je die gesprekken hebt. En zo had je dat met individuele gesprekken. Bijvoorbeeld, je kon ook met een zieke een gesprek hebben of zo, of met een vader of een moeder, of met oudere mensen. Mm-hmm. Kon met overal eigenlijk. En daarnaast kon je dus ook zeggen van, nou, het werken met een groep, dat was dan een tweede specialisatie. Of een tweede vak eigenlijk, moet ik zeggen, wat je krijgt. En ja, dan moest je met zo'n groep moest je dan praten. Bijvoorbeeld de groep die en die, die krijgt de opdracht om een liturgische viering in elkaar te zetten. Of die en die groep, hè, dat is een groep dames, zeg maar, die gaan speciaal op ziekenbezoek en die begeleiden ook mede het ziekenwerk in de parochie, zoals jouw moeder dus bij ons doet. Ja.
Ja. Oh, en die begeleid je natuurlijk ook allemaal, ja. Dus ja, dat, ja. Hoort hier bij ons werk, dat is dat we alle groepen die er zijn, dat we die zo goed mogelijk begeleiden. Ja. Nou zijn er groepen bij die kunnen vrij zelfstandig werken. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, groepen die op financieel gebied vooral bezig zijn. Of de Kerkhofcommissie. Nou, we weten dat die er zijn, maar we komen echt niet bij elke vergadering. Maar andere groepen zijn we weer wel bij allerlei vergaderingen. Mm-hmm. Ja. Bijvoorbeeld de werkgroep Vormsel, de werkgroep Eerste Communie, de werkgroep Gezinsviering, noem maar op. Dus de ene groep, daar kom je meer dan bij de ander. Want de ene groep heeft meer begeleiding nodig dan de andere groep. Dan de andere natuurlijk, ja. Maar nou bent u wel helemaal een doorwinterd iemand. Maar ik kan me wel voorstellen, zo als jonge knul. En je wordt dan in zo'n stad als Tilburg, waar natuurlijk toch wel van alles gebeurt, zeker in de stad. Ja. Dat het toch wel af en toe wel heftig was. Want eigenlijk bent u ook een beetje een soort maatschappelijk werker. Of eigenlijk bent u een maatschappelijk werker. Ja, dat klopt. Zo begint het ook wel een beetje. Ja, maar wat bedoel je precies met heftig? Wat was er heftig? Nou, het lijkt mij zo... je komt bij allerlei groeperingen of groepen, maar ook bij mensen die in nood zijn of die problemen hebben. Ja, dat of klopt. Zieke mensen, hè, of mensen die doodgaan. Dat klopt. Dus als jonge man, probeer maar eens de juiste vraag te stellen en blijf er maar eens Het is natuurlijk ook zo, je groeit er wel geleidelijk aan in. Ja. Hè, dus er hoort van meet af aan, hoort bij je werk altijd ziekenbezoek. En ja, het spreekt vanzelf. Je komt met zieken in aanraking die na verloop van tijd weer herstellen, weer genezen. Maar je komt ook met ernstig zieken in aanraking die langzaam maar zeker dus naar hun dood toe gaan. Ja. En dat is dan ook een facet van de opleiding en zo. En ook iets wat je naderhand zelf als parochiepastor zeg maar regelmatig moet doen. Ook zulke mensen natuurlijk begeleiden. Ja. Een van de belangrijkste dingen eigenlijk. En dan volgt daarna de toediening van de ziekenzalving, van het sacrament van de zieken. Ja, en dat is meestal kort voordat mensen sterven. Dat is eigenlijk het bedienen, wat wij zeggen. Ja, precies, iemand bedienen. Wordt bediend, ja, inderdaad. Ja. Oh, ja. Was u er ook voor om problemen op te lossen bij mensen? Of was het meer eigenlijk om het probleem aan te horen, dat mensen hun verhaal kwijt konden? Dat ook, want ja, een hoop problemen. Kunnen, hè? Eigenlijk nou nog is het, hè? Ja, een aantal problemen kun je natuurlijk wel oplossen, maar soms zitten mensen ook psychisch en zo erg moeilijk en alles. En dan is het belangrijk dat je probeert om zo goed mogelijk ook te luisteren naar ze en zo, dat ze in elk geval een luisterend oor hebben. Maar wanneer het echt gaat om psychiatrische ziektebeelden en zo, ja, dan is het natuurlijk veel moeilijker en zo. We kunnen wel natuurlijk goed luisteren, heel erg belangrijk. Maar een psychische stoornis genezen en zo, ja, dat kunnen meer psychiaters en psychologen. En zelfs daarvoor is het vaak nog heel moeilijk. Ja. Toen u dat nou een tijdje had gedaan, toen ging u weer een stapje omhoog? Of bent u toen weer teruggegaan naar het bisdom om te vragen, nu ben ik klaar voor het priesterschap? Of hoe gaat dat dan? Ja, dan op een gegeven moment, je leert natuurlijk, ik heb in Tilburg ook altijd op een pastorie gewoond. Dus wat dat betreft en met priesters in contact geweest. En, Was u al van de opleiding af? Nee, nog niet. Nee, dat horen we nog bij. Maar toen zat u al op een pastorie, toen zat u niet meer bij student in een tehuis of zo? Nee, dan dat niet meer. Dat is dan niet meer? Nee, dat was geleidelijk aan. Je kunt dan hier en dan kun je nog studeren. Ik moest mijn studie nog afmaken. Ja. Ik was in Tilburg in de Prochie Koningshoeve, maar er was plaats genoeg om te wonen. Daar woonde een pastoor, die woonde daar als enige in. En zo'n huis was groot genoeg, want dat diende altijd voor een pastoor en enkele kaplaans. Dus die pastoor zei toen, nou, als je hier dan wat wilt komen doen, ik moest natuurlijk ook nog vanwege mijn opleiding het een en ander afmaken en zo. Maar dan kan ik je een paar zeer riante kamers aanbieden, zei hij. En zo, dat was echt mooi. Ja. Ja, goh. En toen heeft u een aantal jaren daar gezeten. En toen bent u naar Den Bosch gegaan vanuit Tilburg? Ik heb in Tilburg eerst op Koningshoeve gewerkt. Ja. Dus dat is die parochie daar, die kerk bij de AB-fabrieken. Die kant eigenlijk, Zuidoost-Tilburg. Ja, ja, ja. En daarna ben ik meer naar het centrum van Tilburg benoemd. Namelijk in de parochie Tilburg-Noordwest, zoals die toen heette. Dat was een samenvoeging eigenlijk van drie parochies. Parochie Gasthuisring, parochie Tresia en parochie Vredeskerk. Dus dat was de parochie waar ik was. En daar heb ik ongeveer een jaar of zes gezeten, een kleine 6 jaar.
En toen hadden ze op een gegeven moment iemand in Bokstel nodig. En toen kwamen ze vragen of ik dat misschien zou willen. En zo is het gekomen dat ik in Bokstel ben. En toen kwam u in Bokstel, maar toen was u al priester? Ja hoor. Toen was u priester? Ja, want het ging erom. Ze hadden juist hier voor deze parochie hadden ze een priester nodig. En toen hebben ze hun oog op mij laten vallen, de leiding van het bisdom. En toen ben ik dus hier in Bokstel ben ik dus benoemd. Maar ik ben dus het laatste jaar, anderhalf jaar... In Tilburg was ik priester gewijd en zo, maar toen zaten we daar met een priester te veel. Oh ja. Zelfs toen was het aantal priesters al een beetje aan de krappe kant. Dus toen ik priester was gewijd, toen zat ik met twee andere priesters, woonde ik samen op de pastorie. En toen zeiden we al van, nou, er zal wel eentje van ons, die zal wel een keertje moeten vertrekken naar een andere plaats waar we harder nodig zijn. Maar vicaris Ooms, die er toen was, die dat regelde vanuit het bisdom, die zei, nou, we zullen je nog eventjes met rust laten, want het is natuurlijk raar als je priester bent gewijd en mensen die komen allemaal cadeaus aanbieden allerlei dingen, want daar hoort er ook allemaal bij. En je bent daags daarna, dan ben je weer weg of een week daarna, dan is het natuurlijk een beetje raar. Dus ze hebben me daar nog even gelaten, maar na verloop van tijd kwamen ze toch van, nou, zou je misschien een andere benoeming willen aanvaarden? En toen kwam u hier in Bokstel als priester en toen was er iemand anders pastoor? Ja, het was eigenlijk zo. Ik kwam dus in Bokstel, kwam ik als priester. En er was een studiegenoot van mij, Jos Dekkers, die was hier pastoraal werker. Ach. En samen met Jos Dekkers ben ik in 1968 begonnen in Tilburg theologie te studeren. Ach. Dus wij waren uit hetzelfde jaar, dus ik kende Jos al langer, van vroeger en zo. En ja, hier in Bokstel zat hij toen al. Hij was toen hier al een paar jaar werkzaam. Dus het was eigenlijk weer een hernieuwde kennismaking. Ja. Ja. En dat was leuk, omdat we eigenlijk met twee mensen die van hetzelfde jaar waren en ongeveer even oud waren om hier te gaan werken. Ja, leuk. En toch samen dezelfde geschiedenis hebben gedeeld. Dus, hè? Ja, dat was allemaal wel heel bijzonder. Ja. En het volgende stapje is pastoor, geloof ik, hè? Of, nou, of hoe is dat dan? Want... Ja, eerst zeiden ze toen ik kwam van, nou, hij is nog niet zo lang priester, ongeveer anderhalf jaar. En ja, zeg maar ongeveer anderhalf jaar was het. En ook nog jong. Ja, en nog jong. En hij moet misschien nog wel wat ervaring opdoen. Weet je wat, dachten ze, laten we toch maar in Bokstel een oudere priester benoemen, die dat een beetje kan begeleiden en ervoor kan zorgen dat je er nog verder in groeit. Want dit was wel een heel grote parochie. Daar hoorde ongeveer, ik denk toch gauw een 14.000, 15.000 parochianen bij, dus het was behoorlijk wat. Ja. En je moest natuurlijk geleidelijk aan erin groeien. En toen is pastoor Laks, die is toen gevraagd om tijdelijk hier dus de waarnemend pastoor te worden van deze parochie. Okay, Pastoor van Geemonde. Hè, maar uiteindelijk, hij was natuurlijk pastoor van Geemonde en hij was hier wel af en toe. Maar voor het dagelijkse werk was ik eigenlijk altijd hier. En er waren verschillende mensen die zeiden tegen mij, waarom word jij hier geen pastoor? Want dat lukt wel. En uiteindelijk drong dat ook bij het bisdom door, kennelijk. Ja. En die zeiden van, nou, zou je pastoor willen worden in Bokstel? En zodoende ben ik dus pastoor geworden. En is dat dan ook weer een benoeming? Of hoe moet je dat dan zien? Ja, het is dus een benoeming tot pastoor. En eerst krijg je een benoeming tot medepastoor of tot kaplaan. Dan kun je op allerlei manieren... Ja, want een kaplaan is eigenlijk een assistent van de pastoor dan. Kun je het zeggen. Ja, het pastoor heeft altijd... Dat is de priester die een eindverantwoordelijkheid heeft. Is de baas. Voor de parochie. Als je het zo wilt uitdrukken, kun je het zo ook zeggen. Ja. Maar tegenwoordig gaat dat natuurlijk allemaal niet zo als baasknecht en zo. Nee, maar het is wel toch, voor de duidelijkheid ligt het een beetje zo, zeg ja, maar. Ja, precies. En, want u heeft hier ook een kapelaan, die hier is, hè? Kapelaan Jacques Rubbe, die is sinds een jaar of twee nu hier werkzaam. Maar wat is dan een kapelaan? Is dat ook een priester, een kapelaan? Dat is een priester, maar dat is een priester die geen eindverantwoordelijkheid heeft voor de parochie. Dus de pastoor die moet zorgen... Dat de parochie ook allemaal goed functioneert en zo allemaal. Terwijl een kaplaan, die kan hem daarbij helpen, maar die heeft nog geen eindverantwoordelijkheid. Nee. Maar die kan uiteindelijk ooit ook eens een pastoor worden. Ja, precies. Die kan dus als het bisdom zegt, nou van die is goed ingewerkt en zo. En die doet het allemaal goed zo. Die kan dan pastoor worden natuurlijk. Mm-hmm. Ja, inderdaad. En vroeger hadden we hier, tenminste toen ik nog een kind was, deken Bertus. Ja.
Maar dat was niet pastoor Bertus, dat was deken Bertus. Ja, maar wat is dan deken? Wat is dan een deken? Nou, je hebt dus verschillende parochies hier in de buurt, die hebben allemaal hun eigen pastoor. Ja. Vroeger had je pastoor Laks in Geemonde, je had pastoor Bertens hier in het centrum van de Petruskerk. Je had pastoor Van Mulekom, pastoor De Jong in de Heilig Hartkerk. De dekens, kun je zeggen, is degene die eigenlijk de voorzitter is van de pastoors die in een bepaalde regio wonen. Ja. Dus als ze vergadering hebben en zo, dan is de deken degene die de vergadering leidt. En als er dingen gemeenschappelijk opgezet moesten worden of zo, of contacten gelegd moesten worden, was de deken degene die dat organiseerde en zo, en die zorgde dat het allemaal goed liep. Dus dat was eigenlijk een tussenpersoon, zeg maar, tussen de regio, de pastoors van de regio en de bisschop dan. Een bisschop heeft natuurlijk ook weer een grotere regio. Ja, die waar heeft hij weer, die op heeft hoofd dus weer van is, verschillende dekenaten. Een gebied waar meerdere parochies samenwerken, zo'n regio, die heet dekenaat. En aan het hoofd van de dekenaat staat de deken. Maar verschillende dekenaten bij elkaar, die vormen met elkaar een bisdom. Ja. En wij zitten hier dus in het bisdom Den Bosch. Wat is dan een kardinaal? Ja, kardinaal dat hangt eigenlijk samen met het Latijnse woord cardo. Mm. En dat betekent dus eigenlijk spil. Hè, dus spil. En dus een kardinaal, dat is iemand die een spilfunctie in de kerk dus uitoefent. En de kardinaal, dat zijn een aantal bisschoppen die hebben de bevoegdheid gekregen om een paus te kiezen. Dus de kardinalen, die vormen een college. Er zijn er ongeveer, het precieze aantal weet ik niet, maar zeg maar rond de 125. En die vormen het college van kardinalen en daarvan hebben een aantal. Die hebben dus de bevoegdheid om samen dus een nieuwe paus te kiezen als dat nodig is. Ja. Daar gelden wel een aantal voorwaarden voor. Bijvoorbeeld als ze boven de 80 zijn, dan mogen ze niet meer met de pauskeuze meedoen. Dus er zijn ook verschillende kardinalen. Daar is het eigenlijk vooral een eretitel, denk ik, voor geworden. Maar anderen, die vormen dus het college van kardinalen dat de nieuwe paus kiest. En dat college, daar zit ook eigenlijk in dat college de nieuwe paus tussen. Ja, die zit er tussen, ja. Ah. Dus wie komt eruit naar boven? Dat is eigenlijk bij een pauskeuze altijd een spannend element, natuurlijk. Ja. Goh, ja. Ja. Dus de kardinaal die zit eigenlijk boven de bisschop. Het is eigenlijk iedere bisschop is een kardinaal. Nee, niet iedere bisschop is een kardinaal. En het is in feite ook gebonden aan bepaalde plaatsen. Bijvoorbeeld de aartsbisschop van Utrecht, dus de voorzitter van de Nederlandse bisschoppenvergadering of bisschoppenconferentie. Dat is dus de aartsbisschop van Utrecht en die is tegelijkertijd ook kardinaal. Oh. Dus de aartsbisschop van Utrecht, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel in België, daar hoort automatisch bij dat die op den duur tot kardinaal worden verheven, zoals dat heet. Verheven, ja mooi. Kardinaal, of de aartsbisschop van Parijs wordt kardinaal, van Londen, ga zo maar door eigenlijk. Ja. Maar niet iedere bisschop is dus kardinaal, want dan krijgen we er veel te veel, dan kun je ook geen paus meer kiezen. Nee. En niet iedere bisschop wordt ook kardinaal, ook niet. Er zijn natuurlijk bisschoppen die gewoon bisschop blijven. Tuurlijk. Of hulpbisschop heb je ook al, hè. Dus, Ja. Wat zijn nou uw dagelijkse bezigheden op een dag? Ja, dat zijn er heel verschillende. De liturgie is natuurlijk zo, dus voorgaan in vieringen die er zijn. Ja. En dan in verschillende soorten vieringen, bijvoorbeeld uitvaartdiensten, huwelijken, de diensten dus op zaterdag en zondag of door de week die er zijn. Dus dat is in elk geval een belangrijk facet, dus de liturgie. De toediening van de sacramenten, bijvoorbeeld iemand die ernstig ziek is, de ziekenzalving geven. Kinderen dopen hoort daar natuurlijk bij. Dat is dan de liturgie, maar daarnaast heb je dan het pastoraat. Individueel pastoraat, dus bij mensen op bezoek gaan, bij zieken op bezoek gaan met name. Je hebt groepspastoraat, heb je ook zorgen dat alle groepen die onder jouw hoede zijn, dat die goed functioneren. Zorgen dat allemaal loopt en dat die wat aangereikt krijgen als nodig is. Een stukje inspiratie en zo. Dat zijn de dingen. En dan verder hoort er dus bij de pastoor, dat je nogal wat dossiers door moet lezen en allerlei dingen door moet lezen. Om goed voorbereid te zijn op vergaderingen en bij bijeenkomsten en zo. Dat is allemaal heel belangrijk. Mm-hmm.
En wat ik nou zo begrijp, eigenlijk heeft u een heel leger hulppieten om u heen. Ja, gelukkig wel. Ja. Anders kon je ook niet dingen doen die we nou doen, hoor. Nee, precies. Het is voor te groot en te kolossaal. Ja, precies. Dus je krijgt al veel dingen, die krijg je naar je toe. En ja, bijvoorbeeld bij een aantal zieken, daar is het misschien bij een aantal heel belangrijk dat er heel regelmatig iemand komt. Ja. En meer kan komen dan de pastoor zelf kan komen. Bijvoorbeeld, ik heb enkele mensen die ik elke maand de communie breng en zo. Dus die zie ik wel elke maand. Maar ja, het is moeilijk om daar elke week naartoe te gaan. Natuurlijk als ze ineens ziek worden of er gebeurt iets bijzonders mee. En noem maar iets anders. De organisatie van de eerste communie van het vormsel. Nou, ja. Hoeven wij allemaal niet alleen te doen. Maar daar horen dus werkgroepen bij die ons met allerlei dingen meehelpen. Ja. En zo kun je dus toch wel het nodige doen, zo met werkgroepen werken. En als priester heb je dan eigenlijk daar de verantwoordelijkheid voor. Ja. Dat goed functioneert allemaal en dat allemaal goed doorloopt, hè, met allerlei dingen. Want vroeger, tenminste toen ik op de lagere school zat, kregen we dus godsdienstles van deken Bertus. Ja. Of was het kapelaan Visser, weet ik ook nog. Ja, dat klopt. En, maar dat doet u niet meer, hè? De kapelaan ook niet meer. Die gaan niet meer naar scholen Nou, een enkele keer als er voorbereiding is op de eerste communie. Oh ja. Hè, dan gaan we wel met de communicantjes een keertje praten, hè? Of andere groepen en zo. Of je wordt in een school een keer uitgenodigd om iets ergens over te komen vertellen. Dat gebeurt natuurlijk wel. Loop je ook ergens tegenaan als mens? Ergens tegenaan als mens? Ja, als mens. Dus niet zozeer als pastoor, maar echt als mens. Want nou, dat zijn natuurlijk allerlei dingen. Je hebt dingen die plezierig zijn, maar je hebt ook dingen die wel eens heel naar zijn en zo allemaal. Ik denk bijvoorbeeld als er iemand ernstig ziek is en gaat sterven en zo. Nou, dat is natuurlijk niet zo plezierig allemaal. Nee, maar je kunt het natuurlijk wel, misschien als pastoor, natuurlijk het heel goed doen, maar... Ja, u gaat daarna in uw autootje toch alleen naar huis en u komt hier alleen. Ik denk dat het toch best wel heftig is. Ja, nou kom ik niet altijd alleen, hoor. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens soms. Maar net als nu, de kaplaan, die is er ook. Ja. Dus dan kun je, als er bijzondere dingen zijn en zo, dan praat je daar natuurlijk over. En ik heb ook wel mensen buiten de pastorie met wie ik praat. Want dat heb je natuurlijk altijd nodig. Ja. Je moet af en toe een beetje stoom af kunnen blazen of zo. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja, het is ook heel belangrijk dat u die mensen om u heen heeft die u ook kunt vertrouwen daarin. Ja, precies. Dat is belangrijk. En een aantal goede vrienden, die heeft iedereen nodig. Ja. Dat is heel erg belangrijk allemaal. Ja. Eet u ook met de kapelaan samen? Ja, we eten samen. En dan worden die dingen ook besproken zo? Dan de dagelijkse... Goh, ik ben bij die of die geweest en zo van... En die begint weer een beetje op te knappen en zo. Mensen die ziek zijn en allerlei dingen die van belang zijn om te weten, die geef je dan aan elkaar door en die bespreek je met elkaar. Ja. Of problemen die er leven en zo, van hoe kunnen we dit het beste aanpakken, hoe kunnen we dat het beste aanpakken en zo. En wij doen dat niet zo heel veel in vergaderingen. We hebben wel eens een vergadering, een teamvergadering en zo. Maar ja, bij het eten kun je natuurlijk ook heel veel dingen regelen en zo. En dat gaat vaak net zo makkelijk. En ook gemoedelijker misschien, dat klopt. Zo formeel van we moeten gaan zitten. En ja, dat klopt. We kunnen beter ook meteen lekker eten. Ja, precies. En vier keer per week dan zorgt een van ons dus voor warm eten. Dat doen we bij Tourbeurt. Dus gisteren was ik aan de beurt, vandaag is de kaplaan aan de beurt, morgen ben ik weer aan de beurt en overmorgen de kaplaan. Spreekt u er van tevoren af of is dat automatisch? Nee, we hebben vaste dagen. Dagen. We hebben vaste dagen, maar het kan wel eens zijn dat het voor een van de twee niet uitkomt op een bepaalde dag. Ja. Nou, dan kun je zeggen, ik kom niet of ik ruil met een dag of zo, dat kun je natuurlijk altijd doen. Want u heeft geen huis, tenminste, dat was vroeger altijd, hè, dat de huishoudster... Mm. Die woonde eigenlijk bij de pastoor, hè? Ja. En dan, die deed eigenlijk alles, hè? Dat is niet meer. Huishoudster heb ik nooit gehad. Nee? Nee. Dat wil zeggen, toen in Tilburg wel, maar een huishoudster die dus dag en nacht op de pastorie woont, heb ik dus nooit meer meegemaakt. We hadden wel in Tilburg, in de parochies waar ik was, daar hadden we een mevrouw. Die kwam dan in elk geval naar de pastorie om de was te doen en om te koken. En daarnaast hadden we dan nog iemand voor het werk, dus de werkster, zeg maar, die dan op bepaalde tijdstippen in de week kwam werken en zo. En ja, nou hebben we dus nog steeds een werkster die dus uh, die,
die doet het werk, hè, maar die doet ook de was voor ons allemaal. Ja, wou ik net zeggen. Maar koken, dat doen we zelf in principe. En inkopen ook dan, boodschappen? Boodschappen doen hoort er ook bij, ja. En de kerk, dat doet de koster. De kerk, dat doet de maar koster. Maar is er nog een koster eigenlijk? Ja, hier hebben we een hele goede koster zelfs, Martijn Vlamings. Oké. Okay. Die dus al jarenlang hier als koster actief is en die heeft een heel belangrijke functie ook. Ja, maar die poetst de kerk, om het zo maar te zeggen? Bijvoorbeeld, hè, maar die doet eigenlijk alles rond de kerk. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, als de hosties op zijn, dan moet je weer nieuwe bestellen. Nou, dat doet hij dan. Maar bestel je die dan? In Sint-Michielsgestel bij de hostiebakkerij. Hostiebakkerij? Ja, bestaat je dan? Die is in Sint-Michielsgestel, ja. En die maakt alleen maar hosties? Ja. Geen brood? Nee, tenminste bij mijn weten niet. Ik ben er nooit geweest hoor, althans binnen niet geweest. Maar leuk. Maar die maken specifiek hosties. Ja? Ja. En de wijn? De wijn die koop je dus ook bij miswijnhandelaren of wijnhandelaren. En die, het is eigenlijk geen gewone wijn die misschien door jullie gezegend wordt of nee, zo? Het is gewone wijn, maar die is verduurzaamd door er iets van cognac bij te voegen, een klein beetje geloof wel ik. Wel lekker. Maar ik weet niet precies. Ja, toch? Een beetje zoet soms, ja. Maar ja, dat hangt natuurlijk ook van de soort af. Alle voorkomende werkzaamheden rond de kerk, die doet de koster eigenlijk. Zorgen dat de verwarming brandt, dat de mensen niet in een koude kerk binnenkomen en zo. En ook de kerk zelf in de gaten houden. Altijd, hij doet bijvoorbeeld elke week doet hij een ronde langs de kerk om te kijken of alles goed intact is, of er geen dingen kapot zijn of vernield zijn en zo. Dus daar zorgt hij voor. En als er dingen gerepareerd moeten worden, dan is hij degene meestal die opdracht die geeft regelen, aan een ja. vakman om dat weer te maken en alles. Ja. Maar toch verandert er wel iets, hè, denk ik zo, hè? Ja, door de jaren heen. Hè? Dat is ook zo, ja. Is het nog zo leuk voor u als vroeger? Dat hangt er vanaf. Er zijn nou heel andere problemen allemaal te doen dan er vroeger waren. Ik denk bijvoorbeeld aan parochies die samen gaan werken, de samenvoeging en de fusie van parochies en zo. Nou, dat was er dus vroeger helemaal niet. Nee. Dus ja, je hebt nou eigenlijk, je krijgt te maken met allerlei nieuwe dingen en zo die er vroeger nooit waren. Nee. Vroeger werd je in een parochie gezet en ja, daar moest je zorgen dat alles goed functioneerde en zo. Ja. Maar nou moet je dus zeggen, je moet meer parochies bij elkaar voegen en zorgen dat er een nieuwe parochie komt en zo. Dus dat is dan allemaal anders. En ook voor de mensen, hè, die dan bij elkaar gevoegd worden, sommige... Ja. Mensen die hebben er geen moeite mee, maar er zullen ook wel mensen zijn die misschien daar helemaal niet willen. Ja, precies. Die zijn er dus ook. Bij die kerk willen en niet bij de Petrus of zo. Ja, hè? Dat klopt. En dan lijkt me dat toch wel heel moeilijk. Ja, dat klopt. Ook maar ja, het bisdom heeft dus aangegeven dat dus de parochies moeten fuseren. En dat ze samen moeten werken en zo. Want tegenwoordig zijn er te weinig priesters om elke parochie nog, een traditionele parochie nog van priesters te voorzien. Kijk, en daarom is het nodig dat een aantal parochies bij elkaar komen en zo. En daar en samen één priester moeten delen. Ja. Dat gebeurt dus steeds meer tegenwoordig. Want komen er nog priesters wel? Zo? Er komen wel priesters bij, maar het zijn er niet zoveel. En zusters bijvoorbeeld? Gaan er nog vrouwen het klooster in? Of? Die zijn er natuurlijk wel, maar hoe dat exact precies hier ook in Boksel zit en zo, ja. dat weet ik niet. Maar er zijn inderdaad wel jonge mensen, ja. Gaat de pastoor met pensioen? Ja, pastoor die kan dus met pensioen. Oh. Dat hangt een beetje ervan af. De bisschop heeft graag dat je nog na je 65ste nog wat doorwerkt, als dat kan tenminste. En dan krijg je wel je pensioen als pastoor, maar je kunt daarnaast dus toch nog in de parochie blijven. Ja, ja, maar wel wat minder of zo. Wat minder, hè, precies. En sommige dingen die kun je dan misschien als 65-jarige of ouder overdragen aan een jongere collega. Ik denk aan het werken met jongelui, met kinderen en zo allemaal. Communievoorbereiding, vormstelvoorbereiding. Nou, dat zijn je kunt dus je taken eigenlijk opnieuw indelen en schikken en zo. Ook een beetje zodat het bij je leeftijd en bij je gezondheid past. Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. U blijft tot uw dood, zeg maar, pastoor. Je blijft tot je dood priester. Priester, ja, maar ook pastoor, of niet? Nee. Want als je op een gegeven moment weggaat uit de parochie... Dan kun je dus pastoor noemen, maar het is eigenlijk oud-pastoor, hè? Oh, oké.
Okay. Of voormalig pastoor. Ja, want dan bent u niet meer echt actief. Dan is er iemand anders in de parochie weer. Dan is iemand anders, die is inmiddels pastoor geworden. Dus die eindverantwoordelijkheid, die draag je over. Maar je kunt wel zeggen van, nou, ik wil toch nog wel wat meehelpen. Ja. Bijvoorbeeld als degene die pastoor is, als die een weekend alle diensten moet verzorgen. Die heeft graag eens een keer een weekend vrij. Oh, ja. Dat ik dan in kan springen bijvoorbeeld. Of als zij op vakantie gaat. En hij is een tijdje weg, een aantal weekends en zo, dat ik het over kan nemen. Ja. Hè, of in elk geval een handje help zo. Of het kan zijn dat er verschillende, ja, dat heb je wel eens ooit, dat er mensen binnen heel korte tijd sterven. En dat dan de pastoor, die zou dan eigenlijk een stuk of 4, 5 uitvaarten moeten doen. Ja. Nou, als er 1 of 2 dan door een ander overgenomen worden en zo, dan is dat allemaal prettig. Dus zo kun je in elk geval nog best goed functioneren. Maar als u nou nog een wens zou mogen doen, als mens, wat zou je dan nog willen? Als ik een wens zou mogen doen, ja, dan zou ik wel meer allerlei dingen willen, denk ik. Ja, vertel eens, wat? Maar wat nou, dat alle mensen in elk geval als parochianen zich happy voelen en zo, en zich ook thuis voelen in de parochie, en dat ze ook een stukje geloofsverdieping en zo mee kunnen krijgen en dat ik daaraan op een goede wijze mag bijdragen, bijvoorbeeld. Dat is 1 zo'n wens, ja. Mm. Ja. Is dat nou de wens als meneer pastoor? Als mens, ja, dat u dat graag wilt? Ik denk dat dat geen dingen zijn die je helemaal ver uit elkaar kunt leggen. Nee, dat is ook... Het is helemaal verweven. Als mens, mensje, maar ook als pastoor natuurlijk, hè. Dus, er was pastoor ook een bepaalde opdracht. En ja, die wordt erin verdisconteerd eigenlijk. Mm-hmm. Maar als mens heb je natuurlijk ook bepaalde dingen. Maar het is niet zo goed om mens en pastoor, vind ik hoor, om die helemaal uit elkaar te gooien. Nee, en helemaal gescheiden van elkaar te zien, als het ware. Kan ook niet, want ik denk ook, als je pastoor bent, is het niet van 8 tot 5. Nee, precies, dat is ook zo. Dat is gewoon... je bent het altijd, hè, in feite. Dus zo werkt dat. Ja. En we hebben geen vaste werktijden en zo. Nee. Als u nou dadelijk wat meer tijd zou krijgen, wat meer vrije tijd, wat zou u dan gaan doen? Heeft u ook hobby's? Ja, ik heb ook wel hobby's, ja. Ik vind fietsen tegenwoordig erg leuk, hè. Ik heb suikerziekte en de specialist in het ziekenhuis die heeft me aangeraden om heel veel op de fiets te doen allemaal. Ik heb een elektrische fiets gekocht en zo. Slim, ja. En daarmee fiets je toch een heel stuk verder dan met een gewone fiets. Heerlijk. Althans, zo lijkt het in elk geval. Ja. Ja, en dan lekker uitwaaien. Lekker uitwaaien en gewoon ook in de buurt zo wat dingen bekijken. Door de bossen fietsen en prachtig. Zo. Prachtig, ja. Of naar Oosterwijk, die kant op, noem maar op, naar Den Bosch. Ja, want u bent toch veel binnen altijd, hè? Ja, met een aantal dingen wel, want je moet een aantal administratieve dingen doen natuurlijk. Elke week moeten de kerkberichten gemaakt worden voor Brabant Centrum en zo. En dan moeten andere dingen, die moeten elke week klaar en zo. Dus daar ben je veel mee bezig. En dan is het toch wel eens fijn als je er even uit kunt breken in elk geval. Ja. Hoe is het nou zo voor u dat de kerk nou die eretitel heeft gekregen als basiliek? Nou, het is natuurlijk een bijzondere uitverkiezing van deze kerk en zo. En ik ben er eigenlijk wel erg blij mee. Nou. Ik zie het eigenlijk ook wel als een soort bekroning. Want toen ik hier in Boksel kwam, was een van de dingen die ze tegen mij zeiden van, nou, er zal heel veel gerestaureerd moeten worden. De kerk en de kerktoren is al gerestaureerd. Dus ga maar eerst eens kijken, die was toen net gerestaureerd. Maar daarna moest de kerk dus zelf ook nog helemaal onder handen genomen worden. En ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar voordat de kerk gerestaureerd werd, dan zag je er echt vaak heel erg slecht uit. Ja. Hè, er viel kalk van boven naar beneden en zo. De kerk was nogal smerig door de roetramp die in dat tijd plaatsgevonden heeft. Ja, hè, allemaal. Dat weet ik nog, ja. En ja, er was ontzettend veel te doen. En het was niet alleen de kerk, want in de kerk daar was ook een hele slechte verwarmingsinstallatie. Die als je hoorde, er is een uitvaart over 3 dagen, nou, dan kon je meteen naar de kerk lopen om die verwarmingsinstallatie vast aan te zetten, dat de kerk in elk geval met de uitvaart redelijk verwarmd was. Want er was dus geen verwarmingsinstallatie waardoor warme lucht de kerk ingeblazen werd, maar natuurlijke circulatie. Dus dat duurde allemaal lang. Dus ja, dat zijn dingen die moesten gebeuren. De geluidsinstallatie die was ontzettend slecht. Ja,
hebben toen nog eens een inzameling voor gehouden, dat die weer een stuk verbeterd werd. En aan de hand is die helemaal weer opgeknapt en zo. Kerk gerestaureerd, de muur rondom de kerkhofmuur gerestaureerd. Het orgel, dat was ook zeer dringend aan restauratie toen, want dat was heel slecht toen. Dat hebben we dus ook allemaal gerestaureerd inmiddels, of althans de orgeldeskundige. En verder, ja, de pastorie die zag er dus heel erg slecht uit. Nou, die hebben we dus vorig jaar gerestaureerd. Het koetshuis, dat stond op instorten. Ja, prachtig is het geworden. Dat is ook, moest ook helemaal opgeknapt worden. Dus ja, er was hier van alles te doen en zo. Dus vroeger had je dan een pastoor die een nieuwe kerk bouwde. Dat was een bouwpastoor, zo werd gewoonlijk gezegd, pastoor De Beer en zo allemaal. Maar ik ben dus altijd meer een verbouwpastoor geweest. De klusjesman. Ik heb wel geen nieuwe kerk gebouwd, maar ik heb toch wel in en om de kerk dus toch wel een hele hoop dingen mogen doen. Dus er is nu langzaam maar zeker een soort afronding van het restauratieproces. Maar het was allemaal toch in een behoorlijk slechte staat en daar moest echt het nodige aan gebeuren. Is dat ook, daarom is het ook nou basiliek, omdat het een mooie kerk is geworden, daarom is het een basiliek. Dat is in elk geval één heel belangrijk element. Ja. Het is natuurlijk een gebouw met allure, want basiliek geeft aan dat het een kerk is die toch een bepaalde status heeft. Maar er stellen natuurlijk ook andere dingen mee. Er moet bijvoorbeeld ook sprake zijn van een levende gemeenschap. Als er alleen maar een dood gebouw is, dan wordt een kerk geen basiliek. Er moet ook in en rondom de kerk moet het nodige allemaal te doen zijn. Dat is wel een mooi cadeau voor u, dat u dit mee mag maken. Ja, dat u dan, precies. Ja. Want er zijn er maar drie in ons bisdom, dus wij zijn de derde. Dus toch wel bijzonder. Ja, echt wel. Ik wil u bedanken. Ik vond het een heel mooi gesprek. En ik vind echt, pastoor is een roeping. Ja. Ik vind het heel mooi. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel.